Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Welkom bij een nieuwe aflevering. Naar het intro. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben jouw adviseur. Met een goede beur, Vincent chauffeur. Zo, Gio. Je houdt het toch vol achterin? Ja, het gaat redelijk. Het gaat redelijk. Oh, gelukkig. Nou, we gaan nu met de trein, gaan we onder de grond, onder het water door, naar Calais. En we komen nu uit de trein. Oh, het is prachtig, Gio. Dit heb je nog niet gezien, joh. Fantastisch nee, gedaan. Nee, vind je het gek? Ja, klopt. Ik zit hier achterin. Ik weet het, sorry. Je mag, ja, ik, we gaan dadelijk stoppen bij een benzinestation en dan kan je frisse lucht nemen. Is dat goed? Oh, ja, daar ben ik wel van toe, hoor. Ik vind het wel knap hoe ik jou kan horen terwijl je achterin zit. Tja, heb je die walkie-talkie niet gezien? Oh damn, die had ik toch neergelegd? Ja, nee, ik wist niet wat dat ding betekende, joh. Ik denk, dat is een versiering in de vrachtwagen, joh. Nee, zodat ik met je kan praten als er wat is, maar zo kan het ook. Ja, er is niks, toch? Nee, er is niks aan de hand. Nee, toch? Nou ja, er was wat ja, aan ik zit me alleen een beetje te vervelen hierachter. Echt? Anders doe je even Scrabble. Of noem ja, je dat? Ja, maar wie moet ik scrabbelen dan? Doe Mikado. Ja, dan gaan we straks over op een potje Jenga, oké? Okay? Ja, dat is goed. Dat is misschien wel handig. Anders zet jij... Wacht, we doen Rummy Cup of zo en dan zet jij voor mij. Oh, ja. Ja, dat is handig. Ik kan hier ook echt zoveel zien. Oh, sorry. Ja, maar je hebt... In die walkie-talkie zit toch wel een lichtje of zo? Nee. Niet. Oh jee. Oh, Engeland. Shit, ik ben bang. Gaat hij op de balen uit de rechterkant? Oké, links aanhouden. Oké. Wat gebeurt er? Niks hoor. Niks hey, aan de hand. Ik stap zo uit, hè? Nee, als je stilstaat, dan ga ik weg. Er is niks. Kijk maar. Ja, ik vertrouw er niet. Ik pak zo het eerstvolgende vliegtuig terug naar Nederland. Nee, er is niks, tio. Heuveltje. Ja, heuveltje. Volgens mij ben je gewoon over iemands auto heen gereden, jij. Nee! Hoe lang jij dat rijbewijs van je hebt, maar... Wacht even. Het gaat goed. Zo. Ik vertrouw het niet, weet je dat? Nee, ja, het gaat goed. Je moet me vertrouwen, Gio. Oké, nou, ik kan toch niks anders. Ik blijf nee, wel zitten. Daarom, je moet me vertrouwen. Het gaat gewoon perfect. We zijn gewoon in Engeland en ja, mensen kunnen niet rijden hier, dus... Ja, of jij rijdt aan, of ik nee, ik rijd heel dat kan goed. Ook. Ik rijd heel goed. Oh, toch wel. Voor de rest nog goed, daar. Oh, ik rijd me veel over verder, jongens. Oh man. Ik ga denken. Ik hoef niet te denken, schat. Oh, I take a tank. Oh man. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer, jongens. Oh man. Nou, die automobilist heeft gratis, die heeft geen benzine hoeven betalen voor het stukje, hè, jongens. Wat heb je gedaan? Hij reed voor me. Zijwaarts. Toen duwde ik hem even te verder. Kilometertje verder. Zo behulp samen. Prachtig. Zo, daar gaan we weer, jongens. Volle tank. We zijn er weer voor. Oh man. Oh, in Engeland wonen de leukste mensen, jongens. G,
Gio, je moet nou ook Engels praten, hè? Ja, dag. Yes, we must talk English now. We must talk English. Because we are now in the buitenland. I speak English not so snel en very well. Maar dat komt allemaal nog wel. Oh, ik was een medeleting. Nee. Prachtig, joh. Oh, we gaan onder een bruggetje door. Dat zie je ook niet veel. Echt een Engelse brug, hè? Echt een echt een Britge. Typische, wat is nou een typische Engelse brug dan? Een Britge. Britge. Domme. Oh, man. Oh, het is druk op de weg. En waarom rijdt iedereen rechts? Ze kennen niet eens aan de verkeersregels houden. Stomme mensen hier. Maar wel leuk. Echt goed gedaan, jongens. De vrachtwagenchauffeur. Dit spel Euro Truck Simulator. Oh jee. Ik mag remmen. Gio, er zit weer een zondagsrijder voor me. Oh, jezus. Oh man, Gio. Dat was even een dolle pret net. Dat was... Lachen, gieren, brullen. Lachen, gieren en gieren. Tjus op de gieren. Lachen, brullen en lachen. Hé, hey, kijk nou, de Farming Simulator rechts. Zit het te oogsten. Hé, hey, Farming Guy. Geweldig, joh. Dat is de boer. Dat is de buur. Je zou eigenlijk het kunnen overlappen, hè. Dat je één keer in de vrachtwagen zit en tegen een overschakel naar Farming Simulator, dat je dan in de boerderij bezig bent. Zou wel echt een ideaal concept zijn. Echt gewoon een concept dat nog niemand heeft gedaan, denk ik. En dat je ineens omhoog kijkt en dan zie je een vliegtuig en dat je dan Flight Simulator begint. En dat je dan neerstort en naast een treinstation. En dat je dan gelijk Train Simulator kan starten. Dat is wel een hele vette. Dat is wel grappig. Dat is zeker wel grappig, ja. En je hebt zelfs, ik heb gekeken, en dat ga ik binnenkort misschien wel halen. Je hebt zeg maar de Ship Simulator. Dat is ook echt heel leuk. Dat is echt grappig, heb ik een keer gedaan. En Ship Simulator is, dan kan je de veerpont downloaden die bij ons aan het dorpje grenst. Nice. Ja, dat is echt grappig. Ze hebben zeg maar een aantal Rotterdamse ships nagemaakt, schepen. En je kan dus ook gewoon echt mensen erop laten en auto's vervoeren en zo via die veerpont. Echt geniaal. Zo, we zitten nu in Engeland en we gaan een stukje door Engeland. Ben je wel eens in Engeland geweest, Gio? Nee. Jawel. Ja, nu. Maar nooit in het echte leven dus. Ik kan nog nooit. Nog nooit. Oh joh. En als je mocht kiezen waar je heen mocht in Engeland, waar zou je dan het liefst naartoe willen? Londen. Ja? Ja. Ik ben er één keer geweest, Londen. Ik zou wel graag naar Londen willen. Ik denk 9 of 11 jaar terug, één van die twee. Het was voor mij voor Disney, of na Disney. Het was zeg maar in de vierde jaar, voor mij ging ik in de derde naar... Oh shit, ik mag 50 naar 100, wacht. Oh, oké, zo. Nee, je mocht, we gaan van een tunnel binnen, dus we mochten 50. Nee, we gingen voor mij in de vierde, gingen we naar Disneyland. En in de derde gingen we naar Londen, dus dat betekent dat het 11 jaar geleden is. Nou, toen was ik een pikkie van 14, jongens. En ik kan het nog herinneren, hè? Dat is gaaf toch? 10 jaar geleden, jongens. Bizar, joh. Dat zijn gewoon de momenten dat je weet, daar moet je een keer heen gaan in je leven. Want dat vergeet je gewoon niet. Dat blijft ook gewoon bij je. En dan die Londen Eye en zo, verschrikkelijk hoog. Ja, die wil ik heel graag zien. Ik dacht dat het wel prijzig is, hoor. Ja, dat valt vast wel. Een groot massaal ding. Ja joh, bizar joh. Daar echt gewoon een normale reuzenrad is er niks bij joh. Het is natuurlijk ook echt een icoon voor Londen. Ja, klopt. En die Big Ben natuurlijk. Die is er genoeg aan. En de Eiffeltoren. Ja, Eiffeltoren in Londen. Dat is ook een heel mooie constructie. En de Notre Dame natuurlijk. En Zeg, ik weet niet wat jij daar allemaal in Londen hebt gezien, maar volgens mij heb je gewoon plaatjes op internet zitten kijken. Ik heb heel veel gedronken. Nee, geitje. Ja, dat zou ook nog wel kunnen. Nee hoor. Jo, hoe heb je geen last van spinnen en zo daar? Nee, we hebben schoongemaakt, dat kan niet. Ja. En als ze er zouden zijn, ik zie ze toch niet. Is het echt zo donker? Het is echt pikken donker. Wauw. Jongens, even een vergelijking. Hier zit Gio in, hè, achterin. Die zo, wat je nu ziet. Maar ja, hoe rijd ik een beetje relaxed of niet? Want ik probeer wel een beetje zorgvuldig te rijden, zeg maar. Nou, dat is te doen. Soms even dat het lijkt alsof je tegen een of ander gebouw of tegen een boom aan zit.
Maar voor de rest gaat het wel. Nee, ik heb nog geen één keer stoute dingen gedaan. Dus, ik ga een beetje gas voor Gio, want ik rij echt te zacht. Maar waarom kom je eigenlijk mee? Ik ben het vergeten. Want je zei van, ja, mag ik mee? Maar ik heb nog steeds niet de reden. Nou, mag ik mee? Mag ik mee? Jij belde me om te vragen of ik alsjeblieft mee wou achterin, want de tie wraps waren op. Die dingen die waren op, dus ik moet alles bij elkaar houden. Ja, ik wou mijn baas ook niet meer vragen, want die wordt boos als ik hem bel. Ik heb hem te vaak gebeld ook in het verleden. Als je iemand te vaak belt, dan wordt ze boos. Vooral je bazen. Toch? Goed. Als je bazen belt, mijn baas. Ja. Die vent met die snor, weet je wel? Oh, die ja. Nou, ja, als je die belt veel te veel, dan wordt hij boos daar. En daar heb ik geen zin in. Ik wil wel mijn volle loon krijgen. Oh ja. Nou Gio, we zitten nou bij, even kijken, services. Dus weet dat, services. En je mag je scherpe bocht. Oké, ik dacht je mag je 70. Scherpe bochtje. Hou je vast, Gio. Oké. Okay. Oh, dat ging volgens mij best wel goed. Ja, dat ging soepel. Ik merk het. En voel je al de, ruik je al een beetje, want er zitten wel wat gaten in achterin, toch? Ja, kleintjes hoor. Ruik kleintjes. Je een beetje de Engelse lucht? En dan ruik ik eens koeienstront, volgens mij zijn ze wat mesten. Klopt, we rijden langs een farm, ja. Oh. Ja, dat is echt zo, ja, we rijden langs een farm. Goed geroken, Gio. Boerderij ook links, mooi hoor. Ik vind het jammer dat je niet naast me kon zitten, maar je moet natuurlijk even die tie-raps in de gaten houden. Ja. We gaan ook wel erg snel hoor. Maar die auto gaan sneller dan mij, dus ik heb zoiets van, ik kan gewoon niet hier een boete krijgen. Dat is gewoon onmogelijk. Services. Wil je nog wat eten? Dat zou wel lekker zijn. Oh, nou dan ben je het laat. Ben je gewoon doorgereden? Ja, sorry. Nee, ik kon niet meer terug. Volgende? Ja. Maar we kunnen ook naar onze bestemming en dan daar eten. Want ze hebben voor mij wel lunch voor ons klaargemaakt. Dan kan je beter doorrijden. Ja, toch? Dat is dan geen probleem. We zijn toch even lekker bezig, jongens. We gaan doorrijden naar onze bestemming, want we gaan uiteindelijk naar Swansea. Swansea is een plekje in Engeland, helemaal achterin, helemaal links achterin. En we komen van... Nee, we moeten naar FedEx. Dat is het transportbedrijf. En zo vorige keer moest ik tol betalen, joh. Dat was apart, joh. Dan moest je langs een hele grote weg en die tolweg was zo lang. Op een gegeven moment, na een paar minuten, 5, 6, 7, moest ik weer tol betalen. En toen was ik ineens in dat dorpje. Was zo raar. Oké. Nou, echt vreemd. Dat is zo apart, ja. Oh, we gaan 123 km per uur. Ik doe een klein beetje mijn gassen niet meer indrukken. Dan krijg je zo weer een bekeuring, jij. Nou, ik weet niet hoe hard we hier mogen, want er staat geen bordje langs de weg. Oh nee, dan is het een eigen schuldje. Daar kun je niks aan doen. So I don't know how fast I can. Oh. I don't know how fast I can drive to my destination. Yes. Nee, ik zie echt geen bordjes of zo. Ik ga naar 124. Ah joh, gewoon blijven rijden. Nou, we moeten zo de weg eraf. Dus ik ga vast naar de linkerbaan. Dat is raar hoor, links allemaal. Zo apart, ik hou mijn gas wat. Oh, we gaan echt hard joh. 130 ging me mee. Zo, ik doe wat zachter zo. En dan gaan we hier naar rechts. Oh. Zo, we worden de volgende keer even iets rustiger naar rechts gaan. Sorry. We gingen best wel soepel. Dat moet je vasthouden. Ja, ja tuurlijk. Ligt zo wat door die halve vrachtwagen heen, joh. Sorry, ik ging iets te snel, ik weet het. Spijt me. Oké. Dat je het weet op de terugweg ga ik niet achterin, hoor. Nee, daar kom je naast me, toch? Ja. Dat begreep ik, toch? Uit jouw... het is je geraaien. Mooi hoor, waarom dan? Anders ga jij maar lekker achterin zitten. Nou, jij hebt geen rijbewijs, toch? Of wel? Heb jij vooral rijbewijs? Dat hoeven ze niet te weten. Oh. Ja, maar het moet wel heel aankomen. Dat is waar. Anders even die tie-raps hebben dan wel nut. Maar als ik er dan niet meer ben, dan... ja, dan... nou ja, we gaan natuurlijk uitladen. Hè? Jij helpt mee, hè? Ja. Met die zaagsolpanelen. Nou, het is niet zoveel hoor, want we hebben echt stom jongen. Mijn baas zegt zo, ja, breng je even die zaagspanelen? Van, hoeveel is het dan? Ja, het waren maar 13 planken. Ja, dat is niks dan. Nee, maar het moet toch gebeuren. Het is een speciaal hout is het, heb ik gehoord. En dat hout kun je alleen in België verkrijgen. Dus vandaar dat het ophaalde uit België. Aha. Ja, nou komt de aap uit de mouw, hè. Echt, hè? Oh, wat die doet, hè?
Nou, ik hoor weinig hier. Oh, oké, okay, want het was een toeter, joh, van die vrachtwagen. Oh. Maar ik weet niet hoe ik terug toeter, want die knop horn. Ja! Hoor je het? Zo! Niet zo klein beetje zo. Ook. Oh, dit heeft een zondagsrijder, hoor, voor me. Moet ik hem inhalen? Ik kan hem inhalen, Gio. Zal ik het wagen? Nee, ik durf het niet, hoor. Ah, hij rijdt al iets door. En luchtballonnen. Oh, het is prachtig, Gio. Het is jammer dat je niet naast me zit. Dat, echt, het ja, is tuurlijk, fantastisch. Ja, tuurlijk, strijf het er nog even lekker sorry. In. Sorry. Ik doe ook mijn best. Ja, helemaal niet leuk. Ik kijk even hoe ver we nog moeten, want ik neem aan dat hey, je een beetje... anders kijk je even hoe ver we nog moeten. Ik denk dat jij nog een ijzeren hol krijgt ervan. Ik zit niet bepaald lekker, nee, daar heb je gelijk in. Het spijt me. Nee, hoe zit je dan precies? Ja, op de grond. Ja, maar ik heb toch een soort kussentje voor... Nou, een soort kussentje, ja. Heb ik voor je neergelegd, toch? Oh, Joe, hou je vast. Wat is er? Ja, het gaat goed. Zo, we zitten op de weg. Kleine botsing. Maar volgende als keer goed... ga ik echt niet meer mee, hoor. Ja, maar 5% schade, joh. Het is niet zoveel. Het lijkt veel. Het is 4 uur in de middag. Heb je al eten bij je dan? Ik heb helemaal niks bij me. Ja, hallo. Zit je al een hele dag... Ik heb hier gewoon mijn broodje meegenomen, hoor. Mijn boterham. Oh, wordt het file, Gio? Ik hoop van niet. Oh, je ziet die auto echt gewoon wijken, hè, naar rechterkant. Om te kijken of die meer ziet, joh. Wat realistisch, joh. Kijk nou, hij zit gewoon te kijken of hij die vrachtwagen kan inhalen. Kom op, jongens. Ik moet jullie inhalen. Kom op. Oh, wauw. Die omgeving is weer schön, hoor. Oh, sorry. Gio, Ja? Ja, het is leuk hier. Ja. Wauw, fantastisch die brug, joh. Maar je hebt toch gaatjes in dat ding achterin? Ja, maar daar kan ik niks door zien. Kijk, zeg maar, ik zit zeg maar een beetje in het midden. Ja? En dat gaatje, dat is dan zeg maar een beetje achterin. En als ik die dingen loslaat, dan donderen ze om. Dus ik kan niet naar dat gat toe om te kijken. Oh, dat moet altijd... Ja, maar we hadden ook echt wel haast hoor, om te vertrekken. Want anders hadden we het beter ingepland. Volgende keer doen we het beter. Pakken we het anders aan, ja? Ja, dat kussentje van je, dat is ook nergens te vinden. Ja, je ziet niks. Niet wat je die gelaten anders, hebt, dan? Vlak bij jouw linkervoet, ongeveer als het goed is. Moet je even je voelen met je arm. Of kan je ook niks met je hand... Ik weet niet, ik kan dat ding wel even loslaten, maar ik hoop niet dat alles dan in elkaar valt hier. Ik hoop het niet. Ik ga even iemand inhalen. Dat lukt wel. Oké, okay, tof. Oh, je gaat toch niet in één keer hard rijden, hoor? Dat ik zo in één keer aan de andere kant van nee, de vrachtwagen ligt. Nee, dat gaat goed. Nou, oké. Vincent? Vincent? Ja, niks. Er is niks gebeurd. Ik vertrouw die toon niet, weet je dat? Nee, er liep een schaapje en die liep een beetje vlak langs de weg. Een schaap aangereden? Nee, hij liep langs de weg, maar ik schrok ervan. Het gaat er weer. Het was gewoon niks. Oké. Ik moest even remmen, daarom. Ik schrok ervan, maar er is niks gebeurd. Achter me ook niemand, dus geen probleem, niks aan de hand. Hey, we zijn bijna in Cardiff, hè? Oh, zijn we er bijna? Nou, dat weet ik niet, want voor Cardiff moeten we niet zijn. Oh, ja, zit. Om mij weer helemaal blij te maken hier. Oh, serieus? Duurt het nog 2 uur? Oh, en nee, binnen 3 uur zijn we er. Ja, sorry. Het doet gewoon echt zeer. Wat? Die planken? Ja. Nee, dat zit hier op die grond. Dat kussentje, dat ligt er niet. Ja, ben je... Oh! Ik zit erop. Sorry, ik was vergeten. Heerlijk. Kijk wat, ik heb hem... Oh, kan ik hem pakken? Wacht even, dan moet ik even opstaan. Kijk, hier is dat kussentje. Oh! Zie je hem? Oh nee, dat kan ik nee. Zien. Nee! Oh, wacht even. Het gaat niet tuurlijk goed. Tuurlijk niet, gek. Ik zit achterin. Oh! Ja. Oké. Okay. Het gaat goed. Ik weet niet waar ik naartoe moet hier. Wacht even. Heb je weer niet op je TomTom gekeken? Ja, ik moet hier een hele scherpe bocht maken. Rustig, hè? Ja. Nee, heel zacht. Zo. Oké. Okay. Moet het kussentje weer goed doen, want ik had hem gepakt en ik zat er heerlijk op. Ik had er weer zo'n... Mijn reet zat zeg maar ingedrukt in dat kussentje, dus hem heel een... Het is gewoon lekker zitten. Ja! Ik zit hier lekker op de grond. Grond. Zullen we daar een liedje zingen, Dio? Oh god.
Rij je in de wagentje. Nee, anders heb ik een paar dvd'tjes voor je meegenomen. Oh, dat zit niet lekker. Dat is een kussentje, joh. Ik had hem niet moeten laten zien aan je. Nou ja, je zag toch niks. Dan, ik weet niet waarom ik hem liet zien. Nou ja. Oh, die zit nou niet lekker, dat kussentje, hè? Gio? Ja? Nog maar 2 uur en 15 minuten, joh. Hoe snel rij jij? Net was nog 3 uur. ja. hey, heb je dat ding opgevoerd of nee, zo? Nee. Tijd gaat gewoon wat sneller. Oh. Ja, vast wel. Als je weer Engeland, gaat, de tijd snel, hè? Engeland, ja. Rare Engelsen. Altijd raar. Klok van hun die spoort gewoon niet. Klokken. Nou, ik heb wel. Heb ik. Oh nee. Ik heb niet zoveel schade. Dat klonk heel. Nee, 15%. Dat valt nog mee. Oh, dus er is ondertussen alweer 10% bijgekomen. Nice. Nee, ja, ik schoof van dat schaap. Schade aan mijn hart. Maar dit bochtje gaat lekker, jongen. Hallo? Wat is er? Tot de volgende aflevering, jongens. Oh mijn god. Wil ik het weten? Nee.